stand komt. Burgemeester Stefan Huisman van de gemeente Oosterhout en oorlogskenner Jos van Alpen uit Dorst hebben dinsdagmiddag in de Seterse bossen een gedenkteken onthuld. Dat gebeurde vrijwel op de plaats waar op 29 december 1944 flightsergeant Peter Ralph Atwool van het 127ste squadron met zijn Spitfire neerstortte. Toen ik met dat onderzoek naar de bevrijding door de Polen bezig was, kwam ik steeds bij oudere mensen het verhaal tegen dat hier een vliegtuig gevallen was. En daar bleef het bij. Jos van Alphen verrichtte naar aanleiding van die verhalen jarenlang onderzoek tot zelfs in Engelse archieven en achterhaalde de ware toedracht. Een nazaat van een van de piloten van het Engelse squadron legde een krans bij het gedenkteken. De naam van de piloot is alsnog bijgeschreven op het oorlogsmonument in het stadspark van Oosterhout.